Boys categorie 11, girls categorie 12 jaar. Denk het daar van de start over af. En dan gaan we het zien en dan gaan we het meemaken. Als ze uit de eerste bocht komen. Welke komt er wel als snelste uit en heeft de whole shot gepakt? Het is Valentino da Bici. Valentino da Bici, Gijs Adriaanse. Samen met die andere man die ertussenin zit. En ineens naar voren schuift van de Flying Devils, Bart Lobbe. Bart Lobbe, eens kijken wat er gaat gebeuren. Als ze daar op de ene laatste rit stuk aankomen. Het is 1 nog steeds, Valentino da Bici. Het is 2, Camille Beumer. We gaan ook kijken naar de 207 plaat van Gijs Adriaanse. Camille Beumer naar voren. Camille Beumer gaat proberen nog een B-finale 2 plekken op te schuiven. Maar deze B-finale wordt gewonnen.